begon bij de SP, heeft toen stage gelopen bij GroenLinks en ging toen naar VVD. Nog geschreven voor het jongerenblaadje van de PvdA. Zo, nog eentje. Ja, laat ik dat allemaal... Hoe kan dat nou? Ja, dat is een goede vraag. Nee, daar moet ik een heel klein beetje terug in mijn eigen verleden, nog iets meer terug. In mijn ouders, toen ze jullie leeftijd waren en ietsje ouder denk ik, toen zij studeerden in hun geboorteland Turkije, zetten zij zich daar ook in voor gelijke rechten en vrijheden van groepen die dat niet hadden, nog steeds niet hebben overigens. Maar denk aan vrouwen, LHBT'ers, Koerden. En op een gegeven moment verdwenen hun vrienden die dat ook deden, door te demonstreren en stukken te schrijven op zo'n wijze, verdwenen één voor één in de gevangenis. Dus zij wisten op een gegeven moment, we moeten vluchten. En in landen als Turkije, maar ook Zuid-Amerika, waar je inzet voor het individu en voor vrijheid, dan ben je links. Dat heet links, dan stem je links en dan ben je links. Dus toen we uiteindelijk in Nederland belanden als politieke vluchtelingen, gingen zij hier meteen aan de slag, de taal leren, vrijwilligerswerk doen, nog voordat ze mochten werken, waren ze papier aan het wachten. En op een gegeven moment, ik was 19, dacht ik, nou, ik wil ook actief worden ergens. Weet je wel, je gaat ook om je heen kijken en denken, nou, ik wil me er ook tegenaan bemoeien. En zonder al te veel te bestuderen waar dan, ging ik gewoon links. Want we zijn van huis uit links. Standaard. Zo ging dat. Dus ik begon bij de SP en daar werd ik heel snel bestuurslid in Amersfoort. Ik ben opgegroeid in Amersfoort. En eigenlijk na een paar maanden dacht ik al, klopt hier iets? En waar lag het dan aan? Nou, dat zag ik later bij GroenLinks en PvdA ook. Daar heb ik heel kort, een paar maanden geloof ik hoor, stage gelopen en voor het jongerenblaadje geschreven. En elke keer was het, dit is mijn ervaring, dus er kunnen ook mensen zijn met andere ervaringen natuurlijk. Dat mensen in hokjes worden geplaatst als slachtoffers en die moeten vervolgens gered worden. En dat is een beetje het bestaansrecht van linkse partijen in mijn ogen. Dus nou, ik kom dan toevallig uit Turkije, maar ik stel net opgegroeid in Amersfoort. Ik ging naar schuurfeesten in dorpen ernaast, zuipen, dat soort dingen. En opeens kwam ik in een context dat ze aan mij gingen vragen, oh wauw, mag je uit? Ik dacht, ja, jij mag toch ook uit? Ik begreep het gewoon niet. Dus ik groeide op als een Nederlands meisje in Amersfoort. En opeens zat ik in een hoek van, oh, ik ben allochtoon en dan... Blijkbaar moet ik dan nu tussen twee culturen leven en allemaal issues hebben. Het was fijn dat de VVD daar minder op focust. Ja, nou ja, toen op een gegeven moment... het is goed dat je mijn levensverhaal... Dat vind ik ook leuk, hoor. Nee, dat is goed. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, dit is dus niet hoe ik naar de wereld kijk. Ik zie niet de mensen slachtoffers die ik de hele tijd moet redden. Maar ik kijk eerder, wat kan jij zelf en hoe kan ik je daarbij helpen? Maar ja, we zijn wel links, dus ik ben toen gestopt met politiek. Ik dacht, ik begrijp het dan blijkbaar niet of zo. Nou, toen ging ik mijn studie afronden in Amsterdam aan het werk op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja, ik wil toch nog één keer proberen. Maar daar ga ik nu maar eens echt studie naar doen. Dus ik ben al die beginselen gaan lezen, met mensen gaan praten bij verschillende partijen. En toen kwam ik tot de conclusie, wacht even, wat wij van huis uit zijn, dat is liberaal. En nou ja, er zijn er in theorie twee liberale partijen, ja. D66 VVD. En ik dacht, ik kan niet nog een keer gaan, weet je, tot hier heb ik een goed verhaal, vind ik. Maar op een gegeven moment houdt het op. Ja. En D66 is voor mij heel erg de partij van enerzijds, anderzijds, kom, we nemen nog een actie en we denken na, weet je wel. Terwijl ik gewoon actie wil en ik wil me inzetten voor dingen, dus ik kom bij de VVD uit. Ja. En dan moet ik eerlijk zijn, vond ik wel spannend, want gaat dat dan klikken, hè? Maar ik heb me vanaf het allereerste moment heel erg thuis gevoeld. Ik dacht, oké, dit is hoe ik naar de wereld kijk. Dus dat is niet heel erg veranderd hoe ik in het leven sta, maar wel daar waar ik het zocht. En de context is veranderd. Nou, levensles, jongens. Gewoon 4, 5 afgaan en dan kom je uiteindelijk nou, al bij de... Gewoon als begin al zelf goed nadenken en je erin verdiepen, dat kan ook nog. En regeer je met de SP of met GroenLinks? En moet dat? Ja. Oh, nou dan de SP. SP of GroenLinks, dat werd toch de SP? Uiteindelijk werd het de SP. Het zijn natuurlijk beide partijen die ideologisch heel ver van de VVD staan. Mijn ervaring, laat ik die dan persoonlijk houden met de SP, is dat je daar wel... Ik heb daar goede zaken mee kunnen doen. Ook als Kamerlid heb ik ook met collega's daar kunnen optrekken om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Peter Quint. Ja, met Peter zeker. En met GroenLinks-collega's uiteindelijk ook wel. Maar SP'ers, we lijken wel een beetje qua houding en toon wel een beetje op elkaar. Nee, nou dan naar de economische crisis, want het is natuurlijk niet alleen een coronacrisis. En wat voor studenten dan een heel groot ding is natuurlijk het leenstelsel. Ja. En dat zeiden ook veel van onze volgers van, ja, ik ga niet stemmen op de enige partij die nog voor het leenstelsel is. Dus waarom houden jullie nog vast aan dat leenstelsel, wat veel andere partijen inmiddels een gefaald politiek experiment noemen?
als je de doorrekening hebt bestudeerd, want jullie hebben natuurlijk ook heel veel collega's van mij van andere partijen gesproken voor de doorrekening. Maar als je daarnaar kijkt, dan zie je dat een heleboel dat leenstelsel helemaal niet zomaar opzij schuiven. Dat is, dus dat is het ietsje genuanceerder. Ja, nee, dat is waar inderdaad. Ja, maar die zeggen in ieder geval wel van we willen het wel ervan af. Nou, ze zeggen wat anders inderdaad dan wat ze doen. Dat klopt. Maar wij zijn wel eerlijk voor hoe wij daarin staan. Nou, het leenstelsel, zeggen wij, die behouden we. Maar we gaan wel naar de elementen kijken waarvan studenten ook ons hebben aangegeven. Hé, maar dit, als je het zo bedoelt, dat pakt niet op deze manier uit. Ten eerste is het zo dat we altijd hebben gezegd, het geld wat daarmee wordt opgehaald van het leenstelsel, moet wel weer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van onderwijs. Heel veel studenten hebben gezegd, hoe is dat gebeurd dan? Ja. Nou, dat is een heel ver punt. Dus wij hebben nu ook heel duidelijk opgenomen, dat moet gewoon absoluut transparant en volgbaar zijn voor studenten. En dat je er ook wat van moet kunnen vinden vervolgens. Dus dat is wel echt een les. Iets anders was dat we heel erg dat de tegenstanders bang waren dat als je leenstelsel invoert, dan gaan studenten niet meer, dan gaan mensen niet meer studeren. Gelukkig is dat niet zo gebleken. Dus dat is dan weer een voordeel. Ja. Wat we ook hebben gezegd is, op het moment dat je uit een gezin komt dat een lager inkomen heeft, dat je ook gewoon een aanvullende beurs kunt krijgen. Dus dat nooit een drempel mag zijn dat we dit systeem met elkaar hebben voor mensen die willen kunnen studeren. En, wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is als je eenmaal afgestudeerd bent, ik hoop dat iedereen een schitterende baan heeft of die dromen kunt najagen en perspectief. Maar het kan best zijn dat je een baan hebt waarbij je niet zo heel veel verdient. Dat je nog steeds heel gelukkig bent, maar dat je dat niet zoveel verdient. Dat je naar draagkracht dan ook terug kunt betalen. En dat betekent dat als het niet gaat, dat je het dan ook niet terugbetaalt. Dit zijn wel hele belangrijke waarborgen. En als je dan kijkt, dan denk ik dat dit systeem daardoor ook meezorgt dat iedereen wel kan blijven studeren, dat de kwaliteit van de opleiding omhoog gaat. De kans is gewoon best wel groot dat de basisbeurs het niet haalt. En ondanks dat u zegt dat heel veel partijen, misschien in het planbureau zitten we doorgerekend, de meeste partijen hebben toch echt in hun campagnes gezegd nu, we willen hier vanaf. Dus de kans dat het zometeen bij de onderhandelingen eruit gaat, is best wel groot. Mocht dat gebeuren, is de VVD dan wel voorstander van een compensatie van onze generatie? Laten we eerst kijken waar we op uitkomen. Ik beloof, dan kom ik wel terug en dan hebben we het er weer over. Maar als ik, dat is een belofte dat we er wel over gaan hebben? Ja, natuurlijk. Okay. Natuurlijk. We hebben ook gezien dat scheefwonen is gaan groeien. Je komt in een sociale huurwoning vanuit een bepaald inkomen. Je gaat op een gegeven moment meer verdienen, maar je gaat niet die woning uit. Ook omdat er voor jou voor de volgende stap die woningen niet zijn. Dus het zijn allemaal elementen die en door de crisis zo gegroeid zijn en doordat we de verantwoordelijkheden lieten daar waar ze eigenlijk horen, maar zagen, hé, dat gebeurt niet. Dus je ziet ook in ons programma dat wij daar ook vanuit de Rijksoverheid echt zeggen, maar dan gaan we ons ook echt tegenaan bemoeien. Zover dat je ook gewoon tegen de gemeente kunt zeggen, jij moet zoveel gaan bouwen daar en je moet het daar gaan doen. Dat is best vergaand. Daar trekken we ook veel geld voor uit. Dat we zeggen, komt gewoon een nationaal bouwplan. En op het moment dat gemeenten ook gaan bouwen en gaan leveren, dat je ze daar ook meer voor beloont. Dus dat je eigenlijk daar veel meer op stuurt en directiever bent vanuit Den Haag dan wat eigenlijk hoe we het met elkaar hebben ingericht. En dat je echt gaat bouwen voor de groepen waar we het over hebben. Dat is wel heel erg belangrijk. Ja, want hoe zorgen jullie dat er starterswoningen komen, niet alleen voor starters met enorm rijke ouders, maar gewoon voor alle zeker. Starters? Ja, nou, dat is, ik denk dat het voor de meeste starters geldt dat je niet tonnen van je ouders meekrijgt. Ik kreeg het in ieder geval niet. Dus je zult moeten zorgen en dat er gebouwd wordt, maar dat je ook nu al kunt kijken. Want bouwen, ik bedoel, hartstikke mooi, maar daar hebben jullie morgen niks aan. Ja. In de komende jaren zijn er op zijn minst 1 miljoen woningen nodig. Ja. Dus dan zal je wel moeten. Nou, dat zijn wel keuzes die wij maken. Dat maken niet alle partijen. Die zeggen, nee, dat willen we niet. We willen niet in het buitengebied. En we willen niet dit, we willen niet dat. Dan lukt het niet. Dan lukt het niet. Ja, het klinkt wel heel mooi. Het klinkt ook, ik heb ook Lilian Marijns geïnterviewd. Best wel hetzelfde, moet ik zeggen. En dan lijkt me toch een beetje te vergeten dat bijvoorbeeld de VVD nog steeds voor de verhuurdersheffing is. Dus dat is voor mensen die dat niet weten, is een belasting op sociale huurcorporaties. Waardoor zij gewoon minder kunnen bouwen. VVD was bijvoorbeeld ook voor de afschaffing van het ministerie van Volkshuisvesting. Dus die regie vanuit de overheid. Waardoor de vrije markt heel erg is doorgeslagen. Dus is het ook niet VVD-beleid wat hier aan ten grondslag ligt? Zoals ik niet alle mooie dingen in het land claim voor de VVD, denk ik ook niet dat alles wat niet goed gaat allemaal aan de VVD. Okay. Maar ik loop niet weg voor verantwoordelijkheid. Wij zeggen ook in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk, en dat hebben jullie waarschijnlijk Klaas Dijkhoff ook een paar jaar geleden al horen zeggen. Weet je, je moet ook kijken waar zijn dingen doorgeschoten en waar hebben ze een uitwerking.
Nou ja, hier heb je dus heel lang gedacht dat de corporaties en de gemeenten en de marktpartijen gezamenlijk wel voor die opgave zouden zorgen. En op het moment dat je ziet dat dat gewoon niet op de juiste schaal gebeurt voor de juiste groepen, ja, dan moet je zeggen, oké, maar dat werkt dus niet. Dus die verhuurdersheffing kan ook weg? Die verhuurdersheffing kan niet weg. Die hebben we wel nodig. Maar ook daarin maken wij wel aanpassingen waarbij je zegt, nou ja, weet je zorgt wel dat je het zo inricht dat er gebouwd kan worden. Maar ik geloof er echt niet in. En ook bijvoorbeeld die minister van Wonen, hartstikke leuk als dat uiteindelijk erbij komt. Ik denk ook prima als dat er niet... Het zijn niet... De woningmarkt is zo complex dat... Fix je niet door er één persoon van te zeggen, nou, dit ben een minister, dus dan komt het wel goed. Of we fixen één maatregel en dan komt het wel goed. Je moet juist durven in te grijpen, verder durven te gaan. En daarom noem ik dat wel, echt dat bouwen voor die groepen. En zorgen dat je bijvoorbeeld dat scheefwonen kunt aanpakken, dat mensen kunnen uitstromen. In een stad als Amsterdam is het heel erg scheef. Dat je hebt heel veel sociale huurwoningen, maar eigenlijk met veel minder mensen die er eigenlijk recht op hebben. Dat je juist daar investeert om ervoor te zorgen dat mensen op een goede manier opgevangen kunnen worden. Ik bedoel, dat is die, we zeggen niet, het is niet onze verantwoordelijkheid, zoek het maar uit. Natuurlijk, we zijn een rijk land. Wij zijn ook een van de grootste donateurs als het gaat over ontwikkelingssamenwerking gelden. Dus we willen graag zorgen dat mensen daar goed opgevangen kunnen worden. Maar het migratiegedeelte gaat nu voornamelijk over AZC'ers. Over mensen die hier naartoe komen uit onveilige of veilige landen. Maar uiteindelijk maakt dat maar 6% van het totale aantal immigranten uit in Nederland. Hoe zit het met de rest van de immigratie? Wat is het standpunt van de VVD daarover? U zei al arbeidsmigratie. Mag daar een stop op komen? Of is iedereen welkom die hier wil komen werken? Nou ja, weet je wat belangrijk is? Dat je wel kijkt wie heeft hier goede kansen om snel te integreren en een goed leven op te bouwen. Ik denk dat dat en goed is voor degenen die komen en goed is voor ons allemaal. En als je kijkt naar de problemen die we op dit moment in ons land hebben als het over dit soort onderwerpen gaat, dan zie je dat er echt gemeenschappen zijn waar heel veel misstanden zijn. Ik heb samen met Bente Becker, mijn collega, die ook verantwoordelijk is overigens voor dit dossier, woordvoerder is, eergisteren, meen ik, in ieder geval onlangs een podcast opgenomen met Lale Gun. Ja. Zij is die schrijfster van het boek Ik Ga Leven en heel erg openhartig schrijft over hoe het is om midden in Amsterdam op te groeien in een orthodox islamitisch gezin. En wat het betekent dat je dus geen vrijheden hebt als meisje. Ik denk dat de meeste mensen het boek inmiddels hebben gelezen, is ook nog eens onwijs goed geschreven. Maar zij beschrijft dus, hoe wij hier zitten, dat hier gezinnen op de hoek zijn waarbij de jonge meisjes niet naar school zwemmen mogen, niet op kamp mogen, geen vriendjes mogen hebben, terwijl de jongens dat wel mogen en noem maar op. Dus als het gaat over integratie en migratie, moet je ook kijken hoe zit het in ons eigen land op dit moment. En wat moet je allemaal nog doen om ervoor te zorgen dat die jonge meiden ook perspectief hebben en dezelfde vrijheden als jij en ik. En dat betekent dus bijvoorbeeld een verbod op geldstromen vanuit onvrije landen richting weekendscholen en moskeeën. Nou, dat is echt mega groot op onze prioriteitenlijstje, hoog bedoel ik als VVD. Nou, ik begrijp deze vraag heel erg goed. Die toeslagenaffaire heeft mij ook als mens overigens heel erg geraakt. Ik dacht bij mezelf, ja, weet je, ik heb twee nationaliteiten, want je komt van die Turks er niet zomaar af. Je ziet dat ik niet in Nederland geboren ben. Ik heb in mijn familie nichtjes, neefjes dus die naar de opvang gaan. Ja, we hadden zomaar ook daarin aangevinkt kunnen worden en in die ellende kunnen zitten. Dus ik zie dat helemaal niet los van mezelf. Ja. Als, weet je, ik denk, ja, dat hadden heel veel mensen die ik ken ook gewoon kunnen overkomen. Dat is verschrikkelijk. Dus het heeft me als mens ook heel erg geraakt. En ook vanuit mijn rol in de politiek. Ik bedoel, ik zit daarbij. Dus wat hebben we gewoon met elkaar niet goed gedaan? En daar zijn we, denk ik, terecht is eigenlijk iedereen daar heel erg bij stil gaan staan en gaan bestuderen en... Daar zijn we ook nog niet klaar mee, weet je. Je moet ook zorgen dat je dus nu, alles wat je nu optuigt aan uitvoering, aan beleid, welk dossier waar dan ook, dat je elke keer heel scherp jezelf afvraagt, heb ik het nu wel goed geregeld? Is het fair? Dus die lessen zijn niet van, we hebben het debat gehad, het is klaar. Het is hoog op je lijstje van wat moet je doen. En Mark Rutte heeft daar ook inderdaad heel, heel openhartig ook gezegd van, nou ja, weet je, dit is verschrikkelijk. En niemand gaat dit een beetje bagatelliseren. Dit is gewoon verschrikkelijk. Het belangrijkste wat je nu kunt doen is zorgen dat mensen gecompenseerd worden en zo snel mogelijk uit deze ellende komen. En hij heeft toen ook voor zichzelf, en wij natuurlijk ook allemaal goed nagedacht, wat betekent het voor onze rol
vanuit mijzelf als Kamerlid, als iemand die nu voor de VVD-campagne gaat voeren, maar ook voor Mark Rutte. En wij zijn van mening dat je na deze verantwoordelijkheid te hebben genomen, die stappen te hebben gezet en ook niet hebben gezegd, dus het is niet klaar, want het is echt niet klaar, dat je dan ook weer door kunt met de andere uitdagingen die we ook nog voor ons hebben. En is Mark Rutte dan, want ook even naar hem te kijken, is natuurlijk veel te doen geweest over de Rutte-doctrine, dus een soort van cultuur van geheimhouding. Maar hij is natuurlijk ook al in 2007 veroordeeld door een Haarlemse rechtbank, omdat hij daar ook op achtergrond, namelijk Somalische achtergrond, onderscheid zou hebben gemaakt. Is hij dan echt wel de juiste man om dat te doen? Zelfs al heeft hij sorry gezegd, moet dan niet gewoon iemand anders dat gaan oplossen? Dat is aan de kiezer overigens. Hè? Ik bedoel, het is, ik vertel wat hoe ik het zou zien, maar ik bepaal dat niet. Dat bepaalt de kiezer. Maar dat zijn verschillende dingen die er nu langskomen. Die Rutte-doctrine, volgens mij hebben we de afgelopen weken bij verschillende debatten ook gezien dat journalisten even hebben uitgezocht, weet je, hoe zit dit nou? En je zou het ongeveer, de CDA, de Wopke-doctrine, die doctrine, ik weet het niet. Volgens mij moet je altijd kijken, hoe kan je zo transparant mogelijk je informatie delen op een goede manier? En er is geen VVD'er, en Mark Rutte ook niet, die ermee bezig is, oh, dat willen we niet. Ik ben heel erg terughoudend om daar heel veel over te zeggen, omdat het juist gaat over de mensen die slachtoffer zijn geworden van die affaire en dat je die recht moet doen, dat je moet zorgen dat die gecompenseerd worden. Maar die vindt het ook worden. Verschrikkelijk eigenlijk dat hij er nog zit, veel van die mensen. Als je het hebt over vergelding of over... Kijk, het hele kabinet is afgetreden en Mark heeft er heel duidelijk gezegd hoe hij ook zag van wat is onze verantwoordelijkheid hierin en wat zijn de rollen. En daarbij heeft hij ook aangegeven en jongens, we gaan ook kijken hoe we nog meer dingen beter transparant kunnen maken en het kunnen delen en ook zorgen dat mensen gecompenseerd worden. Volgens mij is dat waar je als, in ieder geval waar je de slachtoffers, die moeten gewoon gecompenseerd worden. En waarbij de samenleving ook recht doet door te zeggen, en we gaan al deze lessen niet alleen maar afvinken, echt implementeren en zorgen dat dit niet meer gebeurt. Volgens mij is dat heel belangrijk. Maar uiteindelijk is het aan ons. Ja. Er is geen toverstaf, er is niets, er is geen partij. Ik bedoel, elke partij die beweert van ik ga dit probleem oplossen, dat helaas kon het maar. Dan had ik het al lang gedaan, had VVD het al lang gedaan. Zo werkt dat niet. Dat betekent ook dat we met elkaar dat moeten blijven aankaarten. Dat betekent dat ik dus harder moet solliciteren dan iemand die Jansen heet. Kunnen we nog geen quota doen om dat op te lossen? Nee. Want dan ik wil nooit ergens solliciteren. Nee, ik wil nooit ergens aangenomen worden omdat ik vrouw ben of allochtoon of een combi. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Het gaat over het klimaatakkoord, het gaat over Europese afspraken. Volgens mij hoor ik in ieder geval heel vaak jongeren erover. Bijvoorbeeld luchtvaart, waarom is dat niet in het klimaatakkoord? Juist omdat het op Europees niveau moet, wil je daar echt stappen maken? Nou, dan moet je dat wel meerekenen, vind ik. En ons derde ding, wil je dit echt op een realistische manier de klimaatdoelen halen, dan wordt kernenergie daarbij. Nou, het zijn wel elementen waarvan PBL zegt, daar kijken wij anders naar. Ja, dan kan je wel je plannen laten doorrekenen. Maar mijn hele basis van mijn plan, waarbij ik denk dat we het betaalbaar kunnen behalen met elkaar, is gewoon een andere. Ja. Dus dan zouden jullie niet door de test komen? Nee, of PBL komt niet door de test. Ja, dat is natuurlijk ook goed. Het is natuurlijk ook iemand die het zelf heeft bedacht. Ik vind heel jammer dat linkse partijen niet eerlijk zijn als het gaat over hoe krijg je die klimaatdoelen dan voor elkaar? Alleen met wind en zon gaat het niet. Dat weten we allemaal. Het waait niet altijd. De zon schijnt niet altijd. Dus je hebt constante bronnen daarnaast nodig. Er is geen enkele energiebron te bedenken waarvan iedereen zegt, top, doe maar in mijn achtertuin. Ja. Die bestaat gewoon niet. Dus dan moet je gaan kijken, oké, dan heb je gas, kolen, kernenergie. Nou, ik weet niet, ik vind het heel bijzonder dat linkse partijen zeggen, nou, dan ga ik liever voor gascentrales, ik blijf voorlopig liever nog afhankelijk van Poetin, in plaats van kernenergie. En dat is gewoon ideologisch. Je moet op een gegeven moment die knop om durven zetten en zeggen, ja, als je echt los van ideologie, als je echt stappen wil maken voor klimaat, dan moet je het met gezond verstand doen. Wat is er voor nodig? Kostenefficiënt. En hoe zorgen we ervoor dat Nederlanders ook denken, oké, goed plan. Ja, en dus inderdaad kernenergie uiteindelijk. Maar wat onze grootste prioriteit is, dat kan ik wel zeggen, is dat we, zodra we die eindstreep van de coronacrisis hebben gehaald, dat we die vliegende start kunnen maken. En daar heeft Mark Rutte onlangs ook in de krant een herstelplan om ervoor te zorgen dat de economie wel meteen kan aantrekken, dat die banen er voor jullie zijn, dat die woningen wel gebouwd worden. Dus dat ons land niet in een nieuwe crisis belandt, maar dat je juist dan door kunt zetten. En dat betekent dus hopelijk dat we straks
met alle partijen die dat willen, gewoon snel afspraken kunnen maken. En dat we niet 9 maanden aan het onderhandelen zijn en dan ergens een prioriteitenlijstje. Dat zou jammer zijn, dat je gewoon het herstelplan hebt om die vliegende start. Ik denk dat dat zorgt voor die banen en voor die woningen. Maar ook dat je de infrastructuur goed op orde hebt, voor geld om daarin te investeren. De eerste, D66, VVD. Waarom VVD? Al omdat VVD gewoon voor dingen staat. Ja, ik vind D66 bij de veiligheid is het echt enerzijds, anderzijds. Ik neem nog een cappuccino vanaf mijn dakterras en ik kijk toe hoe het met mensen gaat. Nee, VVD neemt de verantwoordelijkheid, neemt ook stappen en durft ook gewoon te handelen naar. Oké, dan CDA. CDA, dan ga ik hem ook weer op veiligheid doen. Bij CDA vind ik dat het vaak een beetje moraalridderig is. Ja, bijvoorbeeld te nemen, we hebben nog niet eens over bijvoorbeeld drugsbeleid gehad. Ik weet dat dat ook een onderwerp is wat bij heel veel jongeren leeft. Waarbij wij zeggen, je moet gewoon echt met gezond verstand kijken naar hoe haal je het verdienmodel van de criminelen onderuit. Terwijl CDA vooral zit op het criminaliseren van iedereen die aan de D van drugs denkt. Terwijl ik denk, nee, ik bedoel, ik vind wel dat je moet weten dat als jij elk weekend een pilletje slikt en je denkt, wat kan het kwaad? Dat je moet weten welk aanbod je in stand houdt. Dat zijn wel meedogenloze criminelen die bereid zijn om een advocaat voor zijn voordeur dood te maken. Dus daar wil ik wel heel duidelijk over zijn. Ik ben niet van de GroenLinks D60, vrijheid, blijheid, neem allemaal een pilletje. Maar ik wil die criminelen aanpakken. Hoeveel zetels denkt u dat? Geen idee. Ik weet niet. Heb ik net 2 stemmen gewonnen of niet? Dat gaan we misschien laten. Oké, dus hoeveel zetels? Als u te ver vanaf zit, dan maakt de kans op de gebrek aan zelfkennis wordt. Met de VVD natuurlijk best wel veel zetels, als het goed is. Ja. Dus hoeveel ongeveer? Ik durf het niet te zeggen. Echt niet. Ik sluit me volledig aan bij Mark Rutte die gisteravond zei, we gaan uit van 0 zetels en we hebben nu nog een week om het keihard voor te knokken voor elke zetel. Kun je alleen maar winnen. Nou, mijn persoonlijk motto is, als je de avond van de verkiezingen niet zo moe bent dat je gewoon eigenlijk kotsen van vermoeidheid, dan heb je kansen laten liggen. Dus ik zit in die modus. Dus nou, we gaan ervoor. Ik hoop dat u niet hoeft te kotsen, maar succes. Sorry voor dat beeld trouwens. Dat was misschien iets te veel informatie. Maar jullie bedankt.